De vierde ronde voor de veilingen bij het ministerie van Openbare Werken is in voorbereiding. Dit zegt OW-minister Riyad Noor Mohammed. De derde veiling is onlangs gehouden en had een goed verloop. De derde is onlangs geweest, waarbij we alle karkassen, alle voertuigen, alle rommels die hangen hier en daar, wegslepen van de staat naar hier en er wordt openbaar verkocht. Nu zijn we in de vierde, we bereiden de vierde veiling voor. Gemiddeld telt de veiling 100 voertuigen ongeveer en dat gaat van machines tot voertuigen die gewoon liggen in het bos bij ministeries. Nu bereiden we voor van alle andere ministeries. We hebben eerst het ministerie van Openbaar Werken gedaan. En nu gaan we bij elke ministerie, parastatale instelling, kijken of er kapotte dingen zijn die ze niet meer willen gebruiken. En dat brengt miljoenen op voor de staat. En op die manier willen we autovoorzieningen weer proberen te herfinancieren. Noor Mohammed zegt dat de voertuigen die illegaal waren weggenomen tijdens het vorige regime reeds zijn teruggehaald. Het nieuws over de auto's die mogelijk op illegale wijze waren toegeëigend, ging viraal. De autoriteiten hadden beloofd om deze kwestie grondig te onderzoeken. Je ziet één of twee, zonder dat je het misschien herkent, die zijn al binnen, ook op het hoofdterrein. En anderen zijn al teruggegaan naar ministeries, want dat is wat we doen. Het is van ministeries, dus het gaat terug naar de ministeries. En ik denk waar jij op focust is misschien de last minute auto's. Die zijn per beschikking en missieve van de vorige regering. Alleen als er onrechtmatigheid daar is, wordt hij ingetrokken. Bijvoorbeeld als iemand niet heeft betaald of heeft zijn resolutie niet, dan kan ik dat intrekken. Noor Mohammed zegt dat er 3 voertuigen zijn ingetrokken omdat er sprake was van onrechtmatig handelen. De bewindsman benadrukt dat de staat niet verplicht is om auto's te verkopen. Het ligt aan de minister van Openbare Werken om dat te beslissen.